Goedendag, dit is TV Slingeland met vandaag Dahlia's en de Drochten, Woodstock en Bredevoort, Grenshoppers en Winkie Week, de Ronde van de Achterhoek en 175 jaar kermis in Groenlo. U komt het allemaal tegen in deze uitzending van TV Slingeland. Zondag werd de Ronde van de Achterhoek verreden. De start was in Doetinchem en na enkele omzwervingen door de Achterhoek kwamen de renners ook te Corle. Maar onze cameraman wilde weten hoe dat gaat met de ravitiering. Ik ben Caroline Barendrecht. Mijn zoon is renner bij Invicta, maar in samenwerking met ZZPR nu in deze ploeg vandaag aan het wielrennen. We geven hier op dit stukje geven we dus de tasjes aan met daarin wat extra drinken. Cola blikje zit erin, reepjes, een gelletje. En er is een speciale zone dat ze dat hier aan mogen pakken dus. Hoe noemen ze zo'n zone? Het is een ravitailleringszone. Ja. En die is meestal een kilometer of net iets langer. En daarna komt er een soort dropzone waar je dus de lege verpakkingen weg mogen gooien. Ja. Omdat die anders natuurlijk dan het hele parcours overal liggen. Ja. En dat is één stuk wat ook beperkt is. En dat doen de wielrenners heel netjes. Hoor. Die houden dan echt rekening mee dat ze het daar weg mogen gooien. Ja. Die wielrenners, weten die dat van uw ploeg, weten die dat u hier staat? Het is algemeen bekend in het draaiboek zeg maar, van de koers dat deze zone ervoor is. Dus hier zullen straks heel veel ploegen staan met allemaal met haar eigen tasje, haar eigen hesjes aan. Dat mensen en renners weten dat ze dus hier kunnen pakken. Ja. Gaat automatisch hier nu staan en u houdt de tasjes gewoon op en dan? Ja, we doen het als volgt. We gaan er eerst nog een knoopje in maken, maar we houden ze in principe zodanig vast dat die renner als het ware ze met dat knoopje zo kan pakken. Okay. Dat het dan een beetje een soort beweging geeft dat hij natuurlijk niet omvalt. Dus ja. Het is van allebei de kanten wel de bedoeling dat we goed staan en dat hun goed pakken. Ja. Ja. En als ze nou een tasje missen? Dan is er verderop nog een mogelijkheid. Of de volgende renner pakt twee tasjes, dat ze het onderling met elkaar weer regelen. Er zijn ook renners die pakken een tasje, maar willen helemaal niks meer gebruiken. Maar pakken het dan eigenlijk voor een ploeggenoot aan. Ja, ja. Bij de finish in Terborg was Marco Doets de snelste, gevolgd door zijn teamgenoten Koen Vermelvoort en Daan van Sint Maartensdijk. Het beroemde Woodstock Festival werd dit weekend, maar dan 50 jaar geleden, gehouden in een klein plaatsje in de staat New York. In Bredevoort was er een weekeinde over dat festival. Hier alvast een voorproefje. Mijn taak vanavond is om de mensen bewust te worden wat Woodstock is geweest 50 jaar geleden. Wat het inhield, wat er gebeurd is, welke artiesten er waren. Voor de 175ste keer werd er afgelopen weekende kermis in Groenlo gevierd. Dat mag best bijzonder heten en het leverde de volgende beelden op. Hoe wordt de kermis in Groenlo beleefd? Nou, het wordt enorm leuk beleefd, want het is echt een hechte gemeenschap. En kermis is toch echt een deel van een jaarprogramma. En waar de mensen eigenlijk met veel plezier naartoe leven en ook beleven. Ondervindt de kermis in Groenlo, mag ik zeggen, een hinder van de geslaagde carnaval altijd? Het carnaval is natuurlijk ook een groot ding in Groenlo. Maar we delen het publiek als het ware. En de ene gunt de ander wat en de ander gunt de een wat. Ik bedoel, het is een goede samenwerking. Kermiscomité 175 jaar, dat vieren jullie gewoon op een normale manier dan een gewone kermis. Niet bijzonder? Nee, niet bijzonder. Eigenlijk met de gemeenschap en tijdens deze alle dagen, ja. Voor een jaar of 10 geleden was het einde Corso in Groenlo. Toen zijn jullie overgestapt naar de panelen. Leeft dat nog? Dat leeft heel goed zelfs en heeft ook een opwaartse stijging.
Ook voor de jeugd, wat natuurlijk voor de toekomst heel belangrijk is. Maar het leeft enorm in de bevolking, ja, absoluut. Gisteren hebben we dus de jeugdspelen gehad voor de kleine. We zijn vrijdag begonnen met de jeugddisco van 12 tot en met 17 jaar. Geen alcohol natuurlijk, we houden het netjes. Er zijn diverse DJ's geweest die een presentatie hebben gehouden. En nee, dat leuk proberen voor elke volk, mensen, allemaal, elke leeftijd wat te doen. Nou, dan waren we net even bij de senioren morgen. De tent is helemaal vol. Ja, de tent is vol. Daar zijn we 4 jaar geleden mee begonnen met het programma Een Jaartje Meer. Want we wouden er eigenlijk geen leeftijd aan zetten. Want iedereen mag hier naartoe komen. Een beetje leeftijd aangepast, muziek aangepast, ook de volume. De mensen kunnen allemaal zitten. Ze hebben een tafel, ze krijgen koffie, ze krijgen cake, hapjes. Eindige zakken met broodjes en een geweldig programma van allerlei soorten dingen. Het is nu 125 jaar. Ik hoor hier een tevreden Chris Kater, lid van het kermiscomité Groenlo. Spreken we af, Chris, dat we elkaar over 10 jaar weer treffen hier? Dat lijkt me een geweldig idee. Lijkt me een geweldig idee. Vorig jaar was er door de droogte al een dahlia tekort voor de aanstaande corso's in de regio. Hoeveel hebben ze nu geleden van de extreme hitte enkele weken geleden? En de lange periode van droogte dit jaar. De dahlia's staan weliswaar volop in de knop, maar het is afwachten of het allemaal goed komt voor het Corso Winterswijk. Vraag aan Herman Averdonk, een van de vrijwilligers van het veld Corso & Co. Hoe moeilijk is het om goede en voldoende dahlia's te krijgen? Ja, het is moeilijk, hè? Het is zeer droog. En met die hoge temperaturen, 41,5 graad. Dan stond ik hier op het veld en dan weet je niet wat je moet doen, maar je ziet ze gewoon zwart worden. Dat is een drama. We hebben, vorig jaar hebben we gesproeid met 1 sproeier. Die had een bereik van ongeveer 25 meter. En nu hebben we een hele nieuwe installatie aangeschaft. Dan kunnen we het veld in 6 dagen helemaal besproeien. En vorig jaar deden we daar ongeveer 3 weken over. In totaal is er ongeveer 400 kubieke meter water opgekomen, dus 400.000 liter water. Blijven gewoon sproeien, ondanks de regen. Er zijn mensen die zeggen, ja, het regent nu, dan hoef je toch niet meer te sproeien. Maar als je onder de struiken kijkt, is het gewoon stuifzand. We staan hier op het dahliaveld van Corso & Co. Hoeveel dahlia staan hier ongeveer? Hier staan plus minus 20.000 planten, 1 hectare. De droogte, is dat ook nog verschil? Dat is verschillende kleuren, sommige kleuren wel en sommige kleuren het niet goed doen. Nou, qua kleur maakt het weinig uit. Zoals de White Aster, die hebben wat meer zonneuren nodig, maar ook weer niet te extreem. Maar het grote probleem is de droogte. We leven aan alle corso's in Nederland en eentje in Duitsland. Er komen ook nog elk jaar weer nieuwe kleuren bij, of niet? Ja, vorig jaar hebben we 1 nieuwe kleur bijgezet, dat is die Doris Doek. Heeft u aan deze 1 hectare voldoende voorraad voor uw eigen wagens? Voor onze eigen wagens, we hebben dus een A-wagen, een B-wagen en een C-wagentje van de kinderen. Dat moet genoeg zijn. Als het veld goed voor elkaar is en alle omstandigheden zijn goed, dan komen er ongeveer in 1 pluk 200.000 bloemen af. We beginnen meestal eind februari, begin maart met het scheuren en het uitsorteren en het tellen van de knollen, dat we weten hoeveel we hebben. Nou, dan wordt er gepoot en dan krijg je het onderhoud. Na augustus begin je te plukken. En 1 november wordt er gerooid, dan gaan ze in winteropslag. Nou, dan ga je 1 keer per week naar je winteropslag om te kijken hoe ze ervoor staan. En die winteropslag is in een bepaalde koeling, waar het constant op dezelfde tuur blijft? Ja, het is geen koeling, het is een cel noemen we dat. Dat houden we, proberen we te houden op een 4, 5 graden boven nul. En er mag niet tochten, het moet donker zijn. En ja, vooral geen vorst. En hoe lang gaat gemiddeld een dahlia knol mee? Wij vernieuwen 1 keer in de 7 jaar, wordt een knol vernieuwd. Met hoeveel mensen werkt u normaal op dit terrein, als het echt richting Corso gaat? Als normaal het hele jaar door werken we hier met een 7-tal vrijwilligers om onderhoud te plegen op ons veld. En als we de pluks hebben, dan zijn we ongeveer tussen de 20 en de 30 personen. Dat is het hoogtepunt, maar ook de sfeer. Ja, dus ook ja, alle twee. Als het Winkieweek wordt, is het einde van de schoolvakanties in zicht. En op maandag 19 augustus begon de Winkieweek. Dus het is gauw uit met de vakantiepret. Hoewel, het volksfeest staat ook alweer voor de deur. Ook een beetje vakantie, zou je kunnen zeggen.
Maar eerst dus de Winkieweek. Nou, goedemorgen, rechtstreeks van het Winkieterrein. De 42e Winkieweek is net begonnen. Ouders hebben hun kinderen gebracht. Even wat informatie voor diegenen die van de week hier zijn. En die een dagkaart hebben gekocht. En die het zo leuk vinden dat ze dus de hele week willen komen. Die kunnen die dagkaart morgen omzetten naar een weekkaart. Dat kan zonder problemen. Verder zijn we vandaag bezig met het huttenbouwen. Zoals je ziet zijn ze druk bezig. We hebben tegen de 400 kinderen hier in Winkiestad. In Kleurenstad heb ik nog niet gehoord hoeveel het zijn. Maar zeker ook over de 100. Het wordt prachtig weer. Vandaag is het belangrijkste dus dat we de hutten bouwen, want dat is natuurlijk de basis van Winkieweek. Zonder de hutten hebben we geen start. Morgen vroeg gaan we om 10 uur de burgemeester halen en bij het gemeentehuis. En de burgemeester gaat dan onze officiële burgemeester installeren, zodat we een eigen burgemeester hebben in Winkiestad. Voor de rest van het programma denk ik dat we van de week nog een keer terugkomen naar jullie. Dus kom allemaal naar Winkie, morgen vroeg om 9:30 of alles. Het kan nog vandaag, je kunt gewoon nog komen. Ook deze zomer worden er in de Jacobskerk te Winterswijk marktconcert gegeven onder de noemer Muziek Centraal. Elke woensdag is er om 11:45 een half uur durend concert. De bespeling heeft het karakter van een inloopconcert. Tijdens het concert blijft de kerk open. Op woensdag 14 augustus speelde het Oostenwindcollectief. Het ensemble ontstond in 2018 als een initiatief van trompetisten Joost Hettinga en Giel de Loeke en organist Wim Rusink. Er werden werken gespeeld van onder andere Galuppi, Vavilov en Telemann. Thank you.
Woensdag 14 augustus, van 9 tot 2, waren de grenshoppers aanwezig op de Winterswijkse Warenmarkt. Inwoners konden hier in gesprek over al hun ideeën en vragen met betrekking tot grensoverschrijdende samenwerking. Nikki Eppig vertelt wat de grenshoppers precies doen. Wij hoppen zeg maar over de grens voor grensoverschrijdende projecten. Grenshoppers is een initiatief van de Achterhoekse gemeentes en de Kreis Borken. En is eigenlijk langs de grensstreek zich langzaam aan het uitweiden. Ondernemers die samenwerken, maar ook gemeentes. En vandaag zijn we op de markt om ook de inwoners en bezoekers van deze grensstreek wat meer te betrekken. En hopelijk te helpen om aan grensoverschrijdende projecten mee te doen of te initiëren. En hoe belangrijk is dat dan? Nou ja, wij leven hier langs de grens natuurlijk met elkaar, niet naast elkaar heen. En wij doen al heel veel grensoverschrijdende projecten. Op toeristische basis, culturele projecten die we samen doen. Ook veel ondernemersverenigingen die al met elkaar samenwerken. Maar ook op een veel lager niveau kan dat natuurlijk. Of je nou met elkaar gaat breien of een voetbalwedstrijd wil organiseren, alles is mogelijk. Maar als mensen ons, de grenshoppers en de EU-regio weten te vinden, dan wordt het een stuk makkelijker voor ze om zo'n initiatief ook inderdaad uit te werken. En jullie werken dus samen of vallen onder de EU-regio? Wij werken samen met de EU-regio. Wij zitten in het EU-regio gebied en de EU-regio als organisatie zit in Gronau bij Enschede. En samen werken wij dus aan grensoverschrijdende projecten. Wij faciliteren elkaar met kennis, maar ook met financiële middelen. Burgemeester Bengevoort, we hebben net Nikki gehoord van de grenshoppers. Hoe staat de gemeente daarin? Nou ja, voor Winterswijk is natuurlijk grensoverschrijdend werk heel belangrijk. En ik vind het heel leuk dat we in grenshoppers ook, ja, niet alleen met de gemeenten uit de Achterhoek, maar ook met de gemeenten aan de andere kant van de grens. Vrede, Zuidloon, de burgemeesters die hier vandaag ook zijn. Maar ook Bocholt, Borken, dat we zo met elkaar samenwerken. En nou ja, vandaag ook de EU-regio erbij. Een hele leuke plek om zo met mensen in gesprek te gaan over wat is grensoverschrijdend werken voor jou. En hoe kan de gemeente dit faciliteren? Ja, we faciliteren dat door middelen ter beschikking te stellen om activiteiten te organiseren. Ik als burgemeester, waar het kan, probeer ik ook mijn steentje bij te dragen aan de grensoverschrijdende samenwerking. Heb je al leuke ideeën gehoord? Ja, ik heb al ideeën gehoord over gemeenschappelijke fietstoeren. Ja, precies. Van kegelclubjes die dat samen willen organiseren. We kennen hier de Winterswijkse uitdaging. Dat willen we graag ook over de grenzen uitrollen. Dus daar willen wij graag als grenshoppers en uw regio bij helpen. En dat gaat ook de komende week gebeuren? Wij inventariseren nu de ideeën. En daarna, ik werk voor de gemeente Winterswijk om de grensoverschrijdende samenwerking voor mensen te faciliteren. Dus daar zal ik me volop voor inzetten. Tot zover het nieuws van afgelopen week. Komende maandag kunt u van ons weer een geheel vernieuwde uitzending verwachten. Wij danken u voor het kijken en tot de volgende keer.